Nee, ja. Executive coaching versus instant happiness with a smile. De Franse staatsman Richelieu had een primeur. Hij was 's werelds eerste premier. Voortrekkers hebben het extreem lastig, maar Richelieu was een hyperintelligent persoon. Richelieu, die in de geschiedenisschrijving nooit met zijn voornaam wordt genoemd, en dat zegt wat, leunde stevig op zijn executive coach. Een volstrekt normaal verschijnsel in leidinggevende functies. En ze werden genoemd eminence grises. We spreken, beste kijker, over het maagdelijke begin van 1700. Frankrijk veranderde in die tijd. Disruptive is van alle tijden. De executive coach van hem was een bezitloze monnik die desondanks alles had. We leven niet meer in de zo maagdelijke 21ste eeuw. Er zijn nog steeds voortrekkers nodig. En die hebben behoefte aan een eminence grise. Vandaag de dag heten ze eenvoudigweg coaches. Life coaches of health coaches of zelfs healing coaches. Ieder zijn expertise. De coaches hebben zowel blonde staartjes als nonchalante vergrijsde krullen. Maar eminent zijn ze nog maar zelden. De blonde staartjes en de nonchalant vergrijsde krullen brengen instant happiness with a smile. Terug naar jezelf moet je, naar je oergevoel, naar je zielsniveau, naar je kern, naar je buik of whatever. En liefst een beetje rap. De life coach of health coach of healing coach moeten immers op tijd de kindertjes van school halen of de tuinkruiden plukken. De methode instant happiness with a smile leerden ze uit hun hoofdjes op de 7 zaterdagen bij een de trainer concept. Deze so-called coaches met blonde staartjes of de nonchalante grijze krullen vissen hun prospects onder andere uit de hedendaagse gouden gids, genaamd Facebook. Of anders wel bij de open koffies of de bitterballenborrels. Ze rijden rond in kekke cabrio's en ze bezitten nochtans niets. Niets? Nou, dat ook niet helemaal. Want na het afleveren van hun product bij de klant, wel nog even zelf met water aanlengen, hè, dienen deze hedendaagse coaches stralend en schaamteloos forse facturen in. Het kekke cabriootje rijdt niet op water en de meditatiereis naar Tibet moet ook gefinancierd worden, nietwaar? We leven in een tijd van waardeverlies. Instant springt daarop in. Ik zeg je, beste kijker, instant is geen zomaar iets. Een eredivisieclub verdient een erecoach. Geen liefhebber die zijn ding doet bij een amateurclub. Hoe leuk of esoterisch of empathisch dat ook mag zijn, bottom line, coaching maakt deel uit van het ontwikkelingstraject van high potentials. Zie coaching als een business tool. Let messcherp op je inkoopbeleid. CEO, directeur, groot aandeelhouder, president van Amerika, ze verdienen allemaal een executive coach. Een boardroom monk. Jij eveneens. Diepgang. No bullshit.